Wat ik belangrijk vind voor Eetbaar Oost-Weijerk is dat er punt 1 veel meer mensen meedoen om te helpen om het zover te krijgen. En dat het heel mooi wordt. Alleen ik denk dat ik het niet meemaak als het helemaal mooi is. Dat gaat wel wat jaren duren. En voor Oost-Weijer is het denk ik heel belangrijk dat Oost-Weijer, wat ze al doen, zich op de kaart zetten als een gemeente die van alles onderneemt. Dat is wel heel belangrijk, denk ik. Voor mij, voor mijzelf, is de plek hier vlak achter, waar de hondenuitlaatplek, daar kom ik heel graag met de hond. En dat is een redelijk unieke plek. Ook bezoekers die bij ons komen, zijn blij verrast met zo'n plek voor de honden. En waarom is dat uniek? Ja, ik zou het wel graag willen dat het blijft, maar ja, goed, dat weet je natuurlijk nooit. Het is mooi, het is een heerlijke plek voor honden met water erin en ze kunnen rennen. En ze, dat is heerlijk voor ze. En samen, veel honden samen, is ook leuk. Is dus, ik vind dit de leukste plek van de omgeving hier, omdat hier een hele stuk hierom met een heuvel erin honden heerlijk kunnen rollen en elkaar kunnen ontmoeten. En de baasjes dus ook, en dat is ook heel gezellig. Er is daar rechts een hek waar we doorheen kwamen. Helemaal aan de andere kant is ook een hek, dus de honden kunnen er niet uit. En dat is natuurlijk voor iedereen heel prettig dat je je hond niet kwijtraakt.